Goedemiddag allemaal. Welkom bij een nieuwe live uitzending op de donderdagmiddag weer. Ik ga even alles delen en klaarzetten en dan gaan we zo meteen van start. Vanmiddag een beetje onvoorbereid. Ik weet niet wat het gaat worden. Net zoals de laatste tijd eigenlijk. Dat is wel vaker zo. Ja, dat komt omdat ik een beetje gewoon ook moet leren loslaten om niet altijd alles helemaal voor te willen bereiden. En soms lukt het mij ook gewoon niet. Deze keer is het me gewoon domweg niet gelukt. Ik heb ook nog geen lijstje gemaakt van de producten. Dat moet ik ook na die tijd nog doen, want ik was nog steeds in keuzestress van wat ga ik vanmiddag doen. Ik wilde kleuren, ik wilde... ik wilde eigenlijk wel een journalpagina maken. Ik moest nog wat afmaken voor morgen voor een online workshop. En ja, dan blokkeer je soms gewoon dat je denkt van help, waar ga ik mee beginnen? En dan wil je eigenlijk het liefste geen nieuw project starten. Maar ja, goed. Het liep gewoon allemaal even net wat anders. We gaan vanmiddag denk ik toch maar gewoon een nieuw project starten. Want anders, ik heb niet de rust om vanmiddag te gaan zitten kleuren, zeg maar. En als je wil gaan kleuren, daar moet je ook gewoon de rust voor hebben. En ik denk dat het voor mij vanmiddag verstandig is om een keer gewoon lekker even niet nadenken, hoofd leegmaken. Dus gewoon echt mindful aan de slag gaan, waar deze groep dus ook eigenlijk voor bedoeld is. Dus... mindful knutselen is gewoon hoofd leegmaken en zien wat het gaat worden. Nou, dat gaan we dus vanmiddag ook doen. Ik weet ook niet of ik alle materialen bij me heb wat ik wil gaan gebruiken. We kijken wel. Ik wil even heel kort beginnen met deze catalogus. Die kwam namelijk net binnen. En dat is voor het nieuwe... kwartaal van Studio Light van juli tot met augustus, wat er allemaal binnenkomt. Ik heb hem zelf nog niet gezien en ik weet ook niet wat er allemaal komt. Ik moet daar ook, in ieder geval wax seals, dat is onwijs gaaf. Maar wat ik wilde laten zien, en dat is dan speciaal voor onze Mindful Art collectiegroep. Er komt namelijk in september een hele gave kerstlijn. Ik ben er zelf tenminste heel fijn mee. Heel blij mee. Laat ik zo zeggen. En Jitske die heeft de voorbeelden gemaakt. Die zijn echt prachtig. Het zijn hele mooie vintage kleuren. En dit komt er dus uit. 3 stansmalletjes. Acetate. 2 paperpads. Plakpareltjes in bijpassende kleuren. 2 maskstencils. Die-cut blokje met plaatjes. 2 slimline mallen. 2 stempels. Dit is met van die tekststrips in het Nederlands. Een stickerboekje. En scrappapier en 2 soorten lintjes. Dus dit gaat eruit komen. Dus dan kunnen jullie alvast gaan sparen voor september. En de rest laat ik lekker niet zien. Nou, ik wil jullie... nog wel even 2 andere creaties ook weer met deze collectie laten zien. Die zijn inmiddels ook weer afgewerkt. Dat is deze met een mooie stempel. Daar had ik nog geen creatie helemaal mee klaar. Dus die is ondertussen nu wel klaar. Mooi met toch wat bloemetjes erbij gedaan. En deze heb ik nu ook afgewerkt. Randmalletje er nog langs gedaan. Ik heb er met rebons heb ik een tekst erop gedaan. Nou, stempel ingekleurd. Dus die zijn ook weer klaar. Ik denk, die laat ik nog even aan jullie zien. Dan ga ik even mijn beentjes hoog leggen. En dan gaan we een plan van aanpak doen van wat we vanmiddag gaan doen. Inmiddels zijn er al aardig wat mensen binnengekomen. Dus gezellig dat jullie er allemaal bij zijn. Nou, zaterdag hebben we sowieso ook nog weer een online demo dag. Dus dan gaan we weer verder. Ik ben nog met iets aan het uitdenken. En ik denk dat het wel heel erg leuk gaat worden. Maar nog even afwachten.
als het lukt, dan ga ik in ieder geval iets spelen met het acetate, dus het mica. Vanmiddag gaan we maar eens een keer weer, ik doe dat veel te weinig, dingen maken in mijn planner. En ik denk, weet je, we gaan vanmiddag gewoon even zo'n soort pagina maken. Nou, hoe ga je dan van start? Ik denk dat ik deze wil gaan gebruiken. Dit vond ik wel een heel mooi tafereeltje. Daar wil ik als basiskaart, ga ik deze eronder gebruiken. Ik heb bij deze heb ik er gewoon zo'n uniek kleurtje bij gedaan. Maar deze keer wil ik wat, toch van dat designpapier, omdat ik wil gaan scheuren. En omdat ik hem straks in mijn planner wil gaan doen, ga ik deze gewoon even, die wordt hier op gemat, ga ik hem even een halve centimeter overal klein snijden. Daar pak ik mijn papiersnijder voor. Ze zeggen wel eens alle goede kanten van boven, maar het is niet de bedoeling dat dat allemaal de kast aanvalt. Nou, ik ben nu nog gestrest. Dus ik hoop dat ik straks na een uurtje knutselen weer lekker zen ben. Soms heb je van die dagen, dan begin je 's morgens al met gewoon gedoe en, nou ja, niet alleen vandaag, maar al een aantal dagen. En dan af en toe dan moet je gewoon eventjes in één keer dan op de pauzeknop en gewoon eventjes ontspannen. Nou, we gaan kijken hoe die ontspanning zich uit gaat werken in een creatie. Meestal zijn dat de mooiste creaties, maar we gaan het zien. De basis. Ik leg deze nog eventjes aan de kanten, want die komt er gewoon later op. Op de achtergrond wil ik in ieder geval wat gaan stempelen. En ik wil met structuurpasta aan de slag. En ik wil met de maskstencils aan de slag. En ik wilde wat gaan scheuren. Nou, in eerste instantie ga ik even scheuren. En die wil ik weg hebben daar. Dan kan daar straks eventueel misschien een mooie ticket of iets dergelijks achter gestopt worden. Deze keer ga ik niet de hoekjes omkrullen. Dan ga ik gewoon lekker inkepingen maken. 2 stuks, meer dan genoeg. Ik zie dat er iemand ziek is of iets dergelijks. Nou, in ieder geval, ik zie heel veel beterschapswensen. Dus dan ook van mij maar heel veel beterschap gewenst. Ik wil met dit maskstencil aan de slag. En even kijken, die wil ik lichtjes op de achtergrond hebben. En ik zit al te denken, misschien is de nieuwe Distress kleur wel een heel mooi kleurtje daarbij. Ik ga het eens even proberen. Ik probeer het gewoon even op deze, hoe die kleur uitpakt. Ik denk dat dat wel heel mooi is. Dus dit is de Distress in Lost Shadow. Echt een beetje een schaduwtintje. Kijk, dat is meer dan genoeg. Ik wil dat ook niet heel veel aanwezig hebben. Ja, we gaan het straks natuurlijk nog opbouwen met al die, die extra plaatjes en de filmstripjes en dat soort producten. En dan moet je gewoon niet te harde aanzetten op de achtergrond hebben. Ik zie je ook heel iets hier overheen. Dit soort platen vind ik altijd heel geschikt voor gewoon die grote journalpagina's. Want je kan dan gewoon een lekker kliederen, lekker het tafereeltje gewoon een beetje terug laten komen. Het script
wil ik er ook op hebben, maar ik denk dat ik daarvoor de structuurpasta ga gebruiken. En dat ik deze ook met structuurpasta ga doen. Dan zit ik alleen te denken, wat voor kleur structuurpasta ga ik doen? Ga ik het in een kleurtje doen? Of ga ik gewoon wit gebruiken? Want wit is natuurlijk wel altijd heel mooi subtiel. Even kijken of deze kleur, want die komt daar ook wel weer in terug. Ik ga eens even kijken als hij tenminste ook open wil. Nou, ik krijg hem vandaag niet open. Dus dat wordt hem sowieso niet. Deze zou misschien ook nog kunnen. Dat is een iets zachtere roze. En die gaan we doen. Dan ga ik de script in dit roze doen. Dat is de shabby, shabby structuurpasta van Cadence. Kijk, daar een beetje roze. En daar een beetje roze. En dat ga ik later. Ga ik daar ook nog weer een beetje overheen met mijn witte gesso. Zodat het toch weer iets een beetje afgezwakt wordt. En dat doe ik heel vaak. Maar dat weten jullie ondertussen wel. Deze ga ik even schoonmaken. Want anders dan krijg ik ze straks niet meer schoon. Ja, deze baby roze is wel een ontzettend mooi kleurtje. Die andere roze, die wat ik niet open kreeg, is ook een hele mooie kleur. Maar die is wel weer net ietsjes donkerder. En misschien voor dit project dan weer net te donker. Deze wil ik er ook op, want die vind ik gewoon super gaaf. En ik wil eigenlijk alleen een beetje dat motiefje hebben. Dus ik ga die gewoon hier aan de zijkant doen. En dat doen we met witte structuurpasta. Ik heb nu de structuurpasta van Studio Light. Daar een beetje. En ik wil hier nog een beetje. Het is lang geleden dat ik een mixed media live gedaan heb, geloof ik, met Clidra. Ik had er gewoon in één keer weer zin in. Soms heb je dat. Nou, ze zijn niet eens helemaal netjes geworden. Nou, kan je zien. Weet je, het maakt ook helemaal niks uit. Daar komt toch straks nog weer een filmstripje overheen. En ik ga ook nog weer van alles op de achtergrond opbouwen. Even kijken. Oh, ik vind dit motief, nee, ik ga nog even een klein beetje stempelen op de achtergrond. Ik denk dat ik het qua mask stencils wel even genoeg vind. Want anders blijft er geen ruimte over voor stempels. En dat wil ik toch wel weer heel erg graag. Even kijken. Dit laat ik gewoon eventjes aan de lucht drogen. Ja, dit gaan we zo doen. Nou, de randen worden sowieso ook nog weer wit gemaakt. En dan gaan we straks met gesso nog eventjes een beetje mee stoeien. Ik wil ook een paar stukjes van deze leuke stempel. Dat is onze bloemenstempel. En ik ga dat doen met de kleur Frayed Burlap.
Craig Burlap, dat is een beetje een bruin-grijsachtige tint. Het is echt een heel mooi kleurtje. En je kan ook gewoon gedeeltes daarvan pakken. Kijk, deze komt toch straks hierachter. Dus ik gebruik dat gewoon eventjes als achtergrondje om mee te gaan stempelen. Of om af te stempelen, dat ik gewoon gedeeltes van mijn stempeltje kan pakken. Daar wat van die. Nog een klein beetje van dat bloemetje. Daar nog wat. Ja, dan vind ik van deze stempel dat we wel genoeg hebben. Die gaat weer in de verpakking. We pakken dit stempelset er maar weer bij. Dat blijft toch een favorietje. Die leuke blaadjes gaan we er weer bij doen. Onze leuke dragonfly komt er weer bij. Ook een klein beetje weer langs de randjes nog. Dat gaan we hier bovenaan even stempelen. Daar nog. Kijk, en als je dat een beetje afstempelt, dan krijg je ook een beetje dat schaduweffect. Superleuk. Even kijken, dan moet er aan die kant ook nog wat. Kijk, dus straks komt de pagina er gewoon compleet anders uit te zien. Terwijl het eigenlijk al een hele mooie pagina was. Maar je kan hem dus gewoon helemaal weer naar je eigen stijl nog verder aan gaan kleden. Ik vind dat groene wel ontzettend leuk. We hebben ook zo'n soort pluisje. Ik lees iets over een labeltje of een blaadje wat eruit komt. Ik weet niet precies waar het over gaat, dames. Volgens mij mis ik wat. Ik pak gewoon even zomaar wat kleurtjes in die ik hier in de buurt heb liggen. Dit is de Cornflower Blue van Archival. Dus we doen er ook nog weer een beetje blauw bij. Kom daar nog. En daar nog. Kijk, dan hebben we toch gewoon een gezellig tafereeltje daar. En daar komt straks dan nog een labeltje uit. Of een ticket of iets dergelijks. Ik heb nog die leuke dragonfly. Maar die wil ik lichtjes in de achtergrond. Dus die stempel ik al eerst een keer af. Het kan best zijn dat we er straks niks meer van zien. Dat ik die gewoon helemaal onderbouw. Onder mijn de rest van de producten die er straks op komen. Maar ja, dat gaan we dan wel weer zien. Oh, dit wordt leuk. Nou, ik vind het heerlijk om daar zo een beetje mee te spelen. We hebben de script ook nog. Die moet er natuurlijk ook nog bij. Even kijken of het recht is. Zo. Jullie zien wel wat een aardige volle pagina. Druk hoofd betekent drukke pagina. Zo.
Maar ja, het maakt niet uit dat het een drukke pagina is, als het straks uiteindelijk maar de balans er weer in zit, hè? Daar gaan we voor. Ik ga de stempeltjes maar gelijk even opruimen, want anders ben ik die straks kwijt, dat weet ik zeker. En dat is niet de bedoeling. Wat gaan we nu doen? Ik denk dat ik eens eerst even met mijn gesso aan de slag ga om de randen weer wit te maken. En dan kan ik natuurlijk wel eerst even met mijn peperdistresser ook weer langs de randjes gaan. Even de randjes weer een beetje oud maken. Grote en kleine stands. Ik weet niet precies wat voor stand waar jullie het exact over hebben. Ik heb even een gedeelte gemist, vrees ik. Die gaat daarop komen. Verkeerd begrepen. Structuurpasta gebruiken op een stans. Ik zou niet op een stans gaan werken met structuurpasta. Je bedoelt, je wilt daar op dezelfde manier mee werken als wat je met een mask stencils doet. Dat zou ik, Dat kan natuurlijk wel, moet je ze onder de kraan netjes afpoetsen, maar het is niet mijn advies. Ik zou zeggen, schoenmaker, blijf bij je leest en gebruik de producten waar ze voor bedoeld zijn. Mask stencils voor dat soort elementen en stansjes ook echt om mee te gaan stansen. Maar goed... Je moet het uiteraard helemaal zelf weten, hè? Ik zeg niks van dit moet, of dit kan wel, of dat kan niet. Kijk, zoals ik al zei, om de pagina toch weer een beetje zo'n shabby look te geven, doe ik toch ook vaak nog even met mijn sponsje ook weer een beetje overal wat wit aanbrengen. Ook gewoon hier over de achtergrond. Ik vind hem al wel helemaal leuk. Wat hadden jullie dan? Structuurpasta is ook nog niet eens helemaal droog. Maakt niks uit. Ik had geen zin om de föhn erbij te pakken. Beetje eigenwijs, hè? Even kijken, ik drink even mijn slokje koffie op. En dan gaan we verder denken. Even die aan de kant zetten. We gaan nog even met onze witte Posca. Ja, die oude goudkleurige embossingmallen zou je inderdaad misschien kunnen gebruiken, Thea. Maar, ja. Net wat ik zeg, schoenmaker blijft een klein beetje bij je lees, zou ik zeggen. Ik hou ervan, van dat witte. Ja, het is hier op kantoor ook behoorlijk warm en ik heb... Daarom ook niet zo heel veel zin om mijn heat tool te gaan gebruiken. Misschien dat ik dat framepje daar ga doen. Ik denk dat ik eens even in mijn die-cut boekje ga kijken. Dat we eens eerst even een beetje een opbouw gaan bedenken van welke plaatjes erop gaan komen. Want dan hebben we iets meer een overzicht. Even wat aan de kant leggen. Leg ik deze ook eventjes weg. Want dan heb ik wat ruimte om te gaan bladeren. We hebben straks ook nog een leuk touwtje, zie ik.
eens even bedenken waar we die straks gaan doen. Misschien wel leuk om dat straks ergens om de pagina. Ja, dat zien we zo meteen. We gaan eerst even bladeren in ons boek. Oh, dat is de verkeerde kant. Kijk, kerst, ik ben er al mee bezig. Ik ben aan het knippen geweest. Dus begin is er. Jullie krijgen het straks wel als een die-cut blokje. Maar helaas zover dat, of ja, als ik de voorbeelden moet maken, dan krijg ik het altijd aangeleverd gewoon als papier. En dan moet ik alles zelf knippen. Maar dat geeft niet. Knippen is ook lekker ontspannen om te doen. Nee, die komt er niet bij. Ik denk dat we dit pad er weer bij gaan doen. Ik wilde zo'n meisje erbij doen, maar die moet naar de goede kant kijken. En de goede kant, dat is in dit geval naar die kant. Een pad erachter. Er kunnen wat grasjes onderaan misschien. Even kijken, wat gaan we er nog? Wacht, of ik moet. Nee, ik vind toch roze ook wel leuk erbij. We hebben nog keuzestress. Er zit nog veel te veel leuks in. Want deze is misschien nog wel leuker qua kleur. Kijk, die kan ook heel erg goed. En dan kunnen we ook zeggen, we doen het framepje op deze manier. Maken we daar een doorkijkje van. Bouwen we die daarachter. Dan gaan we dat hekje daar. Is zij er niet in het kleine? Eigenlijk is zij wel net aan de grote kant, maar hier is ze wel weer heel erg klein. Deze is even groot, denk ik. Ja. Het was gezichtsbedrog dat ik dacht van die is kleiner. Ja, dit is gewoon altijd een puzzel hoor. Om gewoon te kijken van wat ga je bij elkaar opbouwen. Dus daar kun je soms een hele tijd mee bezig zijn. En misschien moet ik deze wel achterwege laten. En daar zo'n framepje gaan maken. Er zitten hier namelijk ook wel van die framepjes in. Kijk, dat vind ik wel weer leuk voor de kleur, voor het kleurcontrast. Dan komt zij daar voor. Of dan kan ik ook een kleinere. Ik vind haar te groot. Dan kan die. En kan zij daar wel voor? Ja, ik wil de pen. Waarom wil ik er dan per se weer zo'n meisje op, hè? Eigenlijk hoeft dat niet eens. We gaan nog eens even verder stoeien. We kunnen ook de fiets erbij doen. Oh, echt, alles is gewoon leuk.
dat heet iets van keuzestress hebben. Ik vind dat roze namelijk ook wel leuk als dat weer een beetje terugkomt. Fiets erbij. Doen we die zo net iets hoger. Dan gaat het hekje daar nog achter. Dan hebben we nog zo'n hele leuke bloem. Misschien is dit nog wel weer leuker. Fiets staat voor het pad. Bloem daarachter. Dat wordt alweer wat beter. Oh, verschrikkelijk. Fiets moet iets rechter. Dan kunnen we hier straks, deze ga ik als een pocket opplakken. Dan komt daar een labeltje achter. Dan hebben we nog leuke blaadjes die we hier ook nog achter kunnen steken. Filmstripjes nog. Je moet niet alles op één pagina willen proppen, Janine. Dat wordt hem niet. Even spieken. Dan kan die bloem wel net iets hoger. Dan kan die daar nog. Kijk, want dan hebben we daar en daar een vogel. En ik ga terug nog even spieken of ik misschien dan toch dit nog even wat anders ga doen. Dat ik hier een strik met bloemetjes ga maken. Ik wilde graag bloemen, gewoon ook papieren bloemen erbij op. Kijk, zo onderlangs. Oh, wat is leuker? Wat vinden jullie leuker? Ik vind het gewoon echt lastig deze keer. Deze kijkt daar naartoe. Ik ga het een beetje op deze manier doen. Die kolibri, die kan dan mooi aan deze kant. Kijk, die zit daar mooi. Deze is te groot. Nou weet je, de fiets die gaat gewoon weer netjes terug de stalling in. Ik ga nog even een paar plaatjes erbij zoeken. We hebben ook nog een kleinere fiets. Nou, er zit al wel een fiets op. Ik ga mijn lijmpistool even aanslingeren en we gaan het gewoon op deze manier een beetje vastplakken. Vast is vast. En ik denk dat ik er hier dan nog een strikje bij doe en een roze roosje. En dan een echt roze roosje. Dan moet ik die er even bij pakken. Roze en wit, denk ik. Ja, zo moet je al met al weer heel wat bij elkaar zoeken. Even kijken. Dan had ik één zo in. Dan wil ik nog één zo'n roze bloem erbij. Die komt aan die kant. Strikje eronder. Nou, we gaan gewoon een klein beetje beginnen aan de opbouw.
die map waar ik de plaatjes in heb zitten, dat is een soort fotomap. Die kun je ook bij ons in de webwinkel wel vinden. Ik moet alle producten nog linken. En dat komt nog, maar ik wist gewoon absoluut niet wat ik ging doen. Ik ga foam tape pakken. En dit is de 3 mm. Dat is zo prima. Met een lijmpistool erbij. Zo. Dan kan ik ondertussen mijn plaatjes een beetje wit gaan maken. Want ja, ook dit soort plaatjes. Ik doe het altijd eventjes met een toch weer ietsjes wit maken met gesso. Ik hou daarvan. Maar net wat ik altijd zeg. Je moet gewoon kijken of het binnen jouw stijl valt of niet. Maar dit vind ik dus wel altijd de lastigste dingen. Hè. Om dit dan gewoon in een live en dan zo in één keer spontaan zo'n hele pagina af te maken. Ja, normaal gesproken zit ik daar ook wel langer op dan een uur. En ik wil ook ja, de tickets er nog bij doen. Ah, ik ben ook nog niet weg. Ik heb ook nog wel eventjes de tijd. Ja, ik vind dat zo lastig. Dat denk van, vinden jullie dat wel interessant? Dat ik zo'n met mijzelf zo'n dilemma heb, zeg maar, om de dingen op te bouwen. Maar ja, voor jullie is dat natuurlijk ook wel herkenbaar. Voor jullie werkt dat echt niet anders dan voor mij. Ik vind dit pad ook zo leuk. Weet je, we hebben gewoon veel te veel leuke dingen. En dat is het probleem vaak. Als je te veel hebt, dan wil je ook eigenlijk alles wel gaan gebruiken. Maar ja, soms moet je ook zeggen van less is more. Maar ja, Janine en less is more. Dat zijn eigenlijk twee dingen die niet bij elkaar passen. Even kijken, ga ik de labels aan de zijkant doen of aan de bovenkant? Ik denk dat ik toch naar de bovenkant wat eruit ga laten halen. Even kijken, die komt hier ongeveer, maar dan wilde ik deze bloem daarachter. Ik vind dat roze op zich wel leuk erbij. Dat, ja, dan krijg je toch nog weer wat meer contrast in de pagina. Iets meer kleurtjes nog weer. Hij zit er ook in een iets lichtere kleur roze nog in. Had ik ook kunnen pakken. Maar ik vind dit zelf op zich wel leuk. Nou, zaterdag moeten jullie natuurlijk ook meekijken met de online demodag. Dan zijn er ook weer allerlei leuke lives. 4 verschillende lives. En je kan ook nog overal wat winnen. Dus kijk gezellig mee. Nou, deze is ondertussen een beetje verstopt door het warme weer, denk ik. En omdat ik niet altijd mijn ding gelijk dicht doe. Kijken of die nog open wil. En anders pak ik gewoon een ander soort lijm. Maar ja, ik moet gewoon luisteren. Dat krijg je als je niet zorgvuldig met je lijm omgaat, hè. Nou.
die heeft een iets hardere behandeling nodig. Ik pak gewoon even een andere lijm erbij. Ik heb genoeg. Tenminste, ik hoop dat... Oh nee, deze nog niet. Soms, hè, word ik gewoon heel erg moe van mijzelf al. Deze zal ik vast ook eerst even open moeten maken. Zo. Die kwam daar ongeveer. Die gaan we zo vastplakken. Deze kwam daarachter. Deze ga ik ook met foam opplakken. Dat vind ik wel leuk. Gewoon een beetje hoogteverschil weer in de pagina. Maakt het altijd weer net wat speelser. En dan kan die straks iets over het schilderijtje heen vallen. Okay. Die gaan we zo doen. Nou, volgens mij hoef ik verder geen dingen achter mijn lijstje te plakken. Dus dan kan ik deze nu ook vast gaan plakken. Daar komen alleen straks nog wat labels achter. Ik heb nu het 3 mm foam tape van Studio Light. Dat is op zich ook ja, lekker breed. Dan kan je er in ieder geval nog een fatsoenlijke label achter stoppen. Die gaat zo komen. Dat meisje dat kwam hier. Die plak ik gewoon met lijm vast. Die komt daar weer voor. Nou, nu heb ik mijn JMA-lintjes helaas niet bij me. Die ben ik vergeten. Heel stom. Maar die kan ik dus niet op deze creatie doen. Dus ik moet even wat andere lintjes erbij doen. Maakt op zich ook niet zo heel veel uit. Oké. Er komen nog wat roze bloemetjes op. Witte bloemetjes. Ja, die meisjes die zijn leuk, hè? Ik ben er ook zo blij mee. Kijk, witte bloemetjes. En dan komen er nog takjes bij. Daar komen nog tickets achter. Deze kwam daar, had ik gezegd. Deze kunnen we nog een beetje vormen. Kijk, want er komen nog allemaal takjes. Ik ga even een stukje lint en kant erbij pakken. Eventjes in mijn grabbeldoosje kijken. Ik denk dat dit lintje er wel bij leuk bij is. Ik heb nog wat bloemetjes. Ik denk dat ik dit roosje ga doen. Een stukje kant erbij. Dat gaan we even strikken. En dat kant dat ga ik dan weer onder dat meisje stoppen.
onder de bloemetjes. Ja, dit is de Romantic collectie, dus het moet er wel weer romantisch uitkomen te zien. Deze even een beetje naar elkaar toe trekken. Die knippen we even af. Kijk, een romantisch strikje erbij. Maakt het wel weer af, vind ik. Dit meisje, dat zit in het die-cut boekje inderdaad. Een roze touwtje er weer bij. Ook even een strikje van maken. Die gaan weer onder het bloemetje prutten. Kijk, dat gaat zo weer een beetje komen. Dan komen deze bloemetjes daar straks weer onder. Dat bloemetje moet nog eventjes een beetje wit worden met de gesso. Ja, zo zijn we straks alweer een heel eind. En we komen er vanzelf wel. Dit leuke bloemetje erbij. Dit ga ik als eerste eventjes vastplakken. Ik heb een hele vervelende lijm. Ik had nog wat oude lijmpatronen en ik dacht van weet je, die kan ik vast wel opmaken. Nou, lijmpatronen kunnen dus ook blijkbaar kapot gaan. Want deze werken gewoon echt niet fijn. Die smelten al vooraan. Dus ik moet daar eventjes weer zien dat ik een andere oplossing voor ga bedenken. Soms zitten er van die leuke stukjes nog, van die groene draadjes nog aan. Die kan je ook weer heel leuk om een pen of iets dergelijks omkrullen. En die laat ik er ook nog eventjes aan zitten. We gaan gewoon een beetje plakken. Het bloempje komt er nog op. Die doe ik hier een beetje aan de zijkant. Aan de andere kant nog één. En zo ga je gewoon een klein beetje weer opbouwen. En een beetje groen eromheen. Een beetje dit, een beetje dat. Daar komt nog een takje. Nou, hier komt straks nog een labeltje of een ticket of iets dergelijks uit. Dus dat moet ik eventjes niet helemaal vol gaan plakken. Even kijken wat leuker is qua bloemetjes. Ik denk dat ik toch gewoon voor de roosjes ga. Roosje plak ik er gewoon een beetje weer onder. Hier onderaan komen nog weer wat tickets uit. Ik kan ook het hekje aan deze kant neerzetten. En dan maken we daar straks nog iets anders weer voor. En ik had nog zo'n klein grasje. Kijk, dan wordt dat ook weer één geheel. Dat gaat al helemaal leuk worden. Ik heb ook nog hele leuke parels. Die zijn qua kleur ook wel heel mooi erbij. Die ga ik er ook bij gebruiken. Dit zijn van Dress My Craft. En dit zijn de Unicorn Beads. De Snowy. Beetje blauw-roze. Ook gewoon
met het lijmpistool even vastplakken. En die doe ik gewoon her en der een beetje ter decoratie weer. Daar komt er een. En daar komt er een. Nou, dit ziet toch al leuk uit. Ik zit te twijfelen of er straks überhaupt nog wel labeltjes bij op moeten. Maar ja, jullie kennen mij, hè? Ik ken geen labeltjes, dat kan haast niet. Nee. Die gaan we daar niet doen. Ik ga even kijken of ik een labeltje heb. We kunnen ook die acetate tickets erbij doen. Die kun je ook gewoon uitknippen. En ik denk dat het wel leuk is om die er met een nietje aan te gaan maken. Je kan ze ook uit gaan stansen. Als jij dat makkelijker vindt. Deze vind ik ook altijd zo leuk met die teksten. Nou, ik weet wel dat ik deze pagina niet helemaal af ga krijgen in deze live. Want ik heb gewoon niet alle producten bij me die ik, die ik nodig ben voor de afwerking. Dan weet ik dat ik hem niet helemaal 100% naar mijn zin ga krijgen. En dat vind ik gewoon jammer. Maar jullie hebben wel het grootste gedeelte van de opbouw gezien. En ik weet ook nog niet waar ik deze, want dit gaat gewoon niet opvallen. Dat vind ik gewoon jammer. Ik denk dat ik het voor nu gewoon even hierbij moet laten. Want anders dan weet ik dat ik mijn pagina gewoon verpruts, zeg maar. Soms moet je op tijd kunnen stoppen en even afstand nemen en het wegleggen. Want anders dan wordt het niet wat. Kijk, maar het grootste gedeelte is al klaar. Hier komen dan ook nog die reinforcer gaatjes natuurlijk. Nou, er komt wel een labeltje of die komt hieruit. Of dat ik hier die filmstrips nog weer uit ga laten steken. Ik weet het gewoon momenteel nog even niet. Eventjes dat ik denk van ja. Een blokkademomentje van hoe nu verder. Nou, de opzet is dus dat hij een beetje in deze gaat komen. In deze stijl. Kijk, hier had ik ook die filmstrips nog wel bij. Dus het komt nog een klein beetje richting dit. Alleen dan nu in andere kleurstellingen. Het is dus niet helemaal gelukt om iets af te krijgen. Wie weet kan ik hem zaterdag in zijn geheel laten zien. Ik hoop het. De producten ga ik dus nog even voor jullie linken. En mochten er verder nog vragen zijn, laat het dan ook gewoon weten. Dan proberen wij die nog te beantwoorden. In ieder geval voor nu heel hartelijk bedankt weer voor het meekijken. En heel graag tot de volgende keer dan maar weer. Doei doei!